Wij van de afdeling bestrijdingsmiddelen zijn vandaag hier in Komowene om de training veilig en verantwoord gebruik van pesticiden te verzorgen aan lokale boeren hier. Een van onze verantwoordelijkheden is namelijk dat we erop toezien dat bestrijdingsmiddelen die het land binnenkomen daadwerkelijk nodig zijn. Dit doen we met risicobeoordelingsonderzoeken. We kijken naar de aantallen aan pesticiden die het land binnenkomen. We kijken naar wat voor pesticiden het precies is, de werking van die pesticiden. Maar we kijken ook naar als de ziekte en plagen waarvoor het bestemd is, werkelijk in Suriname voorkomen. Hiermee trachten wij om het risico van milieuverontreiniging en vooral de schade op onze volksgezondheid te voorkomen. Waarop we ook vooral letten, is dat de etiketten, ook bekend als labels, die deze middelen bevatten, voorzien zijn van de juiste informatie, correcte informatie. En dat deze informatie volgens de regelingen van onze huidige bestrijdingsmiddelenwet zijn aangebracht. Op deze labels komt er hele belangrijke informatie voor, zoals de concentratie van het actieve ingrediënt. De juiste dosering dat de landbouwer moet toepassen, de veiligheidstermijn. Maar waarop men vooral moet letten is dat je het gebruikt voor de juiste ziekte en plagen en in welke gewassen je het precies kan gebruiken. Wij van het ministerie hebben het positief advies gegeven van de middelen die nu in het land zijn. En hebben daarom ook de verantwoordelijkheid om de gebruiker, de landbouwer, uit te leggen wat het gevaar is van deze middelen en hoe zo iemand op een veilige en verantwoordelijke manier deze middelen kan gebruiken. We hebben te maken met pesticiden. En pesticiden wil betekent vergiftiging, doden. En daarmee moeten we heel zorgvuldig mee omgaan. En wat de training betreft, voor mij heel goed idee. Ga zo door. Surinamers moeten bewuster worden. En niet alleen de landbouwers, maar ook de consumenten. Consumenten worden bewust. Landbouwers, het is niet makkelijk. Het is tof, je zit in het midden, als je verlies leidt, heb je gezin om te verzorgen. Dus het is niet makkelijk voor de landbouwers om alles toe te passen, want hoe dan ook ze hebben geïnvesteerd. Als zij verlies leiden, gaat hun gezin ook achteruit. Dus hierbij wil ik ook zeggen aan de regering, steun de landbouwers, zodat ze minder van dat soort stoffen gebruiken. Ik ben blij dat ik gekomen ben. Ik heb veel geleerd. En ik zou het leuk vinden en correct vinden als het hoofdkantoor vaker hier bij ons op bezoek komt in deze boetie hier in Komowene. Want ik wist nooit dat LVV zoveel te bieden had. Er zijn mensen in Suriname die steeds lopen te verkondigen dat wij niet vooruit gaan, dat wij op één plaats stilstaan. Maar als ik kijk naar de training van vandaag, dan moet ik u zeggen, wij gaan wel degelijk met grote stappen vooruit. En laat me u vertellen, ik kan op mijn leeftijd vergelijken, 40 jaar geleden, had niemand belangstelling om regels vast te stellen voor het uitoefenen van de landbouw. Daar werd niet aan gedacht. Maar ik heb hier begrepen
dat er heel wat regels toch wel bestaan waar mensen zich aan houden moeten en dat er nog meer wetgeving op komst is. Weet je, de landbouw, zo is mij gebleken vandaag, neemt een steeds grotere plaats in onze economie en daarmee ook de regels waar wij ons allemaal aan moeten houden om onszelf te beschermen en om producten op de markt te brengen die gezond zijn voor mensen. En ik ga terug naar huis met een heel tevreden gevoel.